Lieropenaar Leon Verstappen heeft ervoor gezorgd dat scootmobielen en fietsen niet langer meer in de weg staan voor de ingang van wooncomplex Henriqueshof in Lierop. Ze staan sinds donderdag 29 september veilig en droog onder de overkapping die Verstappens werkgever Roval Reinaars gratis plaatste aan de zijgevel van het gebouw. We hebben dit jaar weer onze MVO-dag, jaarlijkse MVO-dag. Dus dat wij als bedrijf vrijwilligerswerk doen voor de gemeenschap. Het bedrijf is vandaag gesloten, dus we zijn gewoon als bedrijf dicht. En we zijn met 70 man op 6 verschillende projecten bezig. We zijn in Eindhoven bezig bij de Pannenhoef. In Helmond ook bij de Pannenhoef en de Montessori school. Het Rijtven in Deurne. Het Gedenkbos in Asten en hier de Henriqueshof in Lierop. Dat jij de project hebt voorgedragen. Je komt zelf uit Lierop. Henriqueshof was hier te doen? Dat klopt. Ja, ik was op een gegeven moment aan het grasmaaien en we zochten op het bedrijf nog projecten. En toen kwam ik in gesprek met Driek Douzé. Die is bestuurslid van de KBO. En ik vroeg zo van, Driek, hebben jullie geen projecten? Oh, wij willen heel graag een overkapping eigenlijk bij het Henriqueshof. Ja. Ik zei, nou, dan ga ik dat indienen. En dan denk ik van, nou, dat vind ik net zo leuk om ook voor de Lierpsgemeenschap iets te doen. Er waren klachten van Wolkom dat er te veel fietsen bij de ingang van Henriqueshof stonden. Waardoor er gevaarlijke situaties stonden voor mensen die er met een rollator door moesten. En daar werd aan ons gevraagd of wij medewerking wilden verlenen aan een fietsparkeerplaats. En die hebben wij van KBO Lierop met de Jeu de Boel Club hebben we die hier aangelegd. En vervolgens kom ik Leon Verstappen tegen in de wandelgangen. En met Leon is toen afgesproken dat het in het kader van het WVO-project of het MWO-project hier een prachtige overkapping over de fietsparkeerplaats gerealiseerd zou worden. Mooi cadeautje, want wie gaat nou straks die overkapping zeg maar onderhouden? En nou, er is vastgelegd op papier dat de belangengroep van Lierop onderhoud op zich neemt en dat de KBO zorgt voor het wekelijks onderhoud, het schoonhouden van de overkapping. Het mooiste is voor zo'n project dat jullie ook de zaak betalen, of doen jullie dat juist niet? Ja, dat werken. Wij werken, plus het hele materiaal wordt in principe. We zoeken natuurlijk wel sponsoren in principe. Hè, dus dat we ook van onze toeleveranciers of dergelijke, dat we daar gesponsord worden. En die worden dan ook weer vernoemd in het project. Wat zijn werkzaamheden die jullie zelf ook altijd normaal ook doen? Zeg maar een overkapping maken? Een overkapping maken doen wij eigenlijk normaal gesproken niet. Wij leveren de profielen. Die leveren wij aan bij zeg maar een Van Oorschot aluminium. En die maken zeg maar overkappingen, raamkozijnen. Wij leveren normaal gesproken de profielen op 7,5 meter lengte aan. Wij zijn een handelsonderneming. Reinaars althans. Roval is wel een bedrijf waar productie maakt. Maar wij doen meer zeg maar onder het raam. Plaatbewerking, knippen zetten, lassen, zagen. Maar overkappingen maken doen wij, is niet onze dagelijkse business. Nee, jullie kunnen het wel. We kunnen het wel. Of vindt of zo. We hebben vorig jaar op de Moerasseik in Helmond de eerste keer een overkapping gemaakt. Hij heeft wel iets meer kreum gekost. Vandaag gaat het iets voortvarender. Maar dus inderdaad oefening baart kunst. En met een paar technische mannen erbij die het inzicht hebben, dan komt het allemaal goed. Joost van der Loo, voorzitter van de Stichting Gedenkbos Asten. Hoe ben je aan de Roval Reinaars gekomen? Er is iemand die ik ken, die gaat hier een boom planten in het najaar. En Roval doet de MVO-dagen, maatschappelijk verantwoord ondernemen. En zij belde mij en zei van, heb je misschien belangstelling dat wij dat bij jullie zouden komen doen? Is er iets wat wij kunnen doen? Dus ik heb tegen haar gezegd, tegen Paulien Manders Vlemix, gezegd van, er zijn bij ons heel veel dingen die je kunt doen. Ik denk, ik kan voor die mensen zo bijna de hele week vullen. En we hebben hier heel veel handenarbeid, zeg maar. Iets wat gewoon veel handen vraagt. Is jouw project? Ja, het is mijn project. Inderdaad, initiatief genomen om te regelen. Ik heb contact opgenomen met Joost.
En gevraagd van, nou, ik voor het MVO-dag zit ik aan jullie te denken. Er zullen heus wel werkzaamheden zijn waar jullie niet aan toe komen. Een kleine, hè, klein bestuur, kleine stichting. Kunnen wij een dag komen helpen? En toen zei hij oorspronkelijk met een man of 8 of zo. Ik zei, nou ja, ik denk een stuk of 12. Dus uiteindelijk zijn we hier nu met 12 man. Niet ieder bedrijf doet zoiets, hè? Is dat uniek of wat? Verder, nou, ik denk niet dat het uniek is. In België, onze moederorganisatie, die doet het al heel wat jaren meer. En ik zie ook nog wel eens ooit andere bedrijven die het doen. Maar het is nog niet veel. De meesten zijn bezig met NL Doet. Maar wij willen echt onze eigen dag en eigen projecten vooral van het personeel die dat in mag brengen. Ja. Dat is een van de dingen die wij heel graag wilden hebben. Dat was een pomp met een soort waterspeeltoestel erbij voor kinderen. Waar ze dan op het eind een emmer onder kunnen zetten. En dan kunnen we later nog kijken of we nog dammetjes erin gaan maken. Dat die kinderen er dammen in kunnen zetten. Ja, je zorgen voor de spullen of zorgen ze zelf voor? Half-half. Wij hebben zelf het hout geregeld. Hebben wij in Deurne gehaald. En de pomp, maar zij hebben dingen gehuurd die nodig zijn om het te kunnen maken. Bijvoorbeeld achter op perceel zijn mensen een bamboe stokken tegen de top aan het zetten. Dan hadden ze een grote ladder voor nodig en dat soort dingen. Als ze dat dan nodig hebben, dan huren ze dat. Mag je volgend jaar terugkomen? Voor mij mogen ze elk jaar terugkomen. Ja. Maar ik denk toch dat ze volgend jaar weer op zoek gaan naar nieuwe projecten. Vind ik verder ook prima. Wij zijn er echt ontzettend mee geholpen. Er komt later nog een plaatje. Het is een aluminiumbedrijf, dus die maken een mooi plaatje dat zij een MVO-dag gehad hebben en dat dit onderdeel was van de MVO-dag. Wat doe je volgend jaar? Is het al bekend of niet? Nee, is nog niet bekend. We gaan evalueren en dan is het in het begin van, meestal net na januari, februari, dan plaatsen we een oproep op de interne communicatie of dat je projecten hebt. En dan gaan we kijken welke projecten er voor de volgende keer denk ik weer aan de beurt zijn. Ja. Dan moet nog wat takken verschoten worden, Pauline. Ik weet niet of jouw werk is. Nee, ik doe iets anders op het werk. Ja, nee, ik doe marketingcommunicatie. Dus, dat is heel iets anders. Maar dit vind ik wel leuk, lekker buiten zijn. En vooral voor anderen gewoon helpen die er gewoon niet aan toe komen. En waar je nou resultaat bij ziet. En waar iedereen gewoon en ook net als die pomp en die waterbaan van kan genieten. Ja, mooi.